Ik vond het leuk. Het was even wennen natuurlijk. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Het is ook de eerste keer. Het gebeurt ook niet zo heel vaak in Burgerforum. Ik wist eigenlijk wel dat iedereen er anders over denkt. En het was ook allemaal heel positief. We hebben ook niet een nare sfeer ervan gekregen. Of ja, heel waardevol. Het allerinteressantste vond ik om gewoon andere normale burgers te spreken. Allemaal hun eigen mening, allemaal hun eigen kennis. Ik vind het heel fijn dat het stukje vertrouwen is bij mij wel iets gegroeid. Doordat er toch wel direct dingen, acties uitgevoerd zijn op punten die we aangegeven hebben. Echt dat mensen echt betrokken zijn en elkaar van advies gaan geven. En heel veel mensen heel veel tijd in hebben gestoken. Dus ja. Dat je dus met elkaar wel consensus kan bereiken, ook al ben je het niet met elkaar eens. En dat dat ook niet hoeft, dat je niet elkaar hoeft te overtuigen. Ik vind dit wel een goede manier om kennis ook aan de burgers mee te geven. Ik zou absoluut mensen ook aanraden om mee te doen aan een burgerberaad. Je leert er heel veel van. Je leert ook over de onderwerpen zelf heel veel van andere mensen. En de experts natuurlijk. Ik zou zeker adviseren mensen mee te doen aan een burgerforum, want je kan natuurlijk heel hard schreeuwen of van alles wat vinden. Ik was zelf ook in het begin best wel sceptisch van ja, heeft het wel zin, wordt er wel naar geluisterd. Maar uiteindelijk zie je toch dat er een leuk advies uitkomt en dat een hoop mensen daar toch wel over nadenken. En of het uiteindelijk echt natuurlijk in de provincie terechtkomt, dat weten we nu nog niet. Het zou mooi zijn, concreet, dat de provincie direct iets ermee gaat doen. Laat ze maar 150 bomen poten voor ieder burgerraadslid, wat nu meegewerkt heeft aan dit advies. 150 bomen, goed voor de biodiversiteit, en ga ze maar planten.